Welkom bij dit instructiefilmpje. Dit instructiefilmpje is speciaal gemaakt voor jou als hulpmiddel bij de lesstof over voorraadwaardering. Zoals je eerder in de opleiding geleerd hebt, is ieder bedrijf wettelijk verplicht om één keer per jaar een volledige voorraadinventarisatie uit te voeren. De reden daarvoor is dat de voorraad als bezitting op de balans van het bedrijf moet worden opgenomen. Hierbij heb je inmiddels geleerd hoe de voorraad wordt geïnventariseerd. Maar om de voorraad ook daadwerkelijk op de balans te krijgen, moet de inventarisatie ook in geld worden uitgedrukt. Nou, daar zijn verschillende manieren voor. In deze instructie laat ik vier methoden zien die in de praktijk worden toegepast. Daarbij neem ik je stapsgewijs mee door de verschillende berekeningen. De eerste methode die we behandelen is die volgens het FIFO-principe, first in, first out. Daarna gaan we kijken naar de methode van waarderen tegen het LIFO-principe, last in, first out. Dan de methode met de gemiddelde inkoopprijswaardering. En we sluiten af met de voorraadwaardering tegen de vaste verrekenprijs. Het doel van deze les is dat je de verschillende berekeningsmethoden beheerst en dat je ze ook kunt toepassen als daarna wordt gevraagd. Daarnaast dienen deze berekeningen ook als basis om later deze cursus te kunnen vaststellen wat de omzetcijfers zijn en een bruto winstberekening uit te kunnen voeren. Laten we eerst even kijken naar de methode volgens het FIFO-systeem. We hebben een bedrijf met een voorraad op 8 december van 2000 stuks die ingekocht zijn voor €7,90. Dan vindt er inkoop plaats op 12 december, 1600 stuks voor €8,40 en op 13 december 2300 stuks voor €8,50. De verkopen in december zijn 3200 stuks. Hoe gaan we dit nu volgens het FIFO-principe berekenen? Nou, een eerste stap is dat je gaat berekenen hoeveel voorraad er aan het eind van de maand dus overblijft. Vervolgens ga je kijken, welke voorraad is dat dan die overblijft? En je neemt daarbij in overweging dat FIFO betekent dat de oudste partij het eerst verkocht wordt. De voorraadberekening. Nou, de beginvoorraad op 8 december is 2000 stuks. We kopen daarbij 1600 stuks en nog een keer 2300 stuks. Dus 2000 plus 1600 plus 2300 geeft een voorraad van 5900. Echter, we hebben ook 3200 stuks verkocht. Dus die moeten we er nog wel even aftrekken. Dan krijgen we 5900 min 3200, een eindvoorraad van 2700. De eindvoorraad is dus 2700 stuks. Maar welke 2700 zijn dat nu? Nou, als we even volgen dat het FIFO-principe betekent dat je de oudste partij het eerst verkoopt, en we hebben er 3200 stuks verkocht, dan verkopen we als eerste deze 2000 van de voorraad op 8 december, want dat zijn de oudste. 3200 verkoop, 2000 oude partij, dus 3200 min 2000 heb ik nog 1200 stuks te verkopen uit de eerstvolgende partij. Dat is de partij die hier staat. Als ik van deze partij er 1200 verkoop, hou ik er 400 over. En van de laatste partij van 13 december, die 2300 stuks, heb ik in zijn geheel over. De eindvoorraad was dus 2700 stuks. En die bestaan uit de producten 400 stuks, deze 400, gewaardeerd tegen €8,40. En de volledige partij 2300 stuks à €8,50. Tezamen maakt dat €22.910. Volgens het FIFO-systeem wordt deze voorraad dus gewaardeerd op €22.910. Laten we nu eens even kijken naar de tweede methode, de voorraadwaardering volgens het LIFO-systeem. Het LIFO-systeem betekent dat je dat wat het laatste erbij gekomen is, het eerste verkoopt. We nemen dezelfde gegevens als bij de vorige methode
En dat betekent een voorraad van 2000 stuks op 8 december. Een inkoop van 1600 stuks aan 8,40 euro op 12 december. Een inkoop van 2300 stuks op 13 december aan 8,50 euro. De verkoop in december van 3200 stuks. En zoals we bij het FIFO net gezien hadden, dan hebben we een eindvoorraad over, want dat is stap 1 die we uiteraard hier ook weer doen, van 2700 euro. Exact dezelfde gegevens, exact dezelfde voorraad. Alleen, nu is de vraag, hoe gaan we deze voorraad waarderen? Want welke producten zijn er verkocht? En dus, welke producten hebben we over en hoe wordt dus de voorraad gewaardeerd? Volgens het LIFO-systeem, zoals ik net al aangaf, wordt de nieuwste voorraad het eerst verkocht. Nou, de verkoop was 3200 stuks. En dan kijken we, de oudste partij is deze, of de nieuwste partij, sorry, die is laatst bijgekomen, is deze partij. Ik heb er 3200 verkocht en de nieuwste partij bedraagt 2300 stuks, dus die zijn weg. Dit is weg. Als ik die 2300 van die 3200 aftrek, hou ik nog 900 producten over. En die 900 producten moeten uit deze partij komen. Want dat is de op één na nieuwste partij. Van die 1600 stuks moet ik er dus nog 900 leveren. 1600 min 900 is 700 stuks, hou ik daarbij over. Volgens het LIFO-systeem heb ik dus nu op voorraad die 700 stuks voor 8,40 euro. En de volledige partij van 2000 stuks keer 7,90 euro. Ja, daarbij zien we dat het nieuwste is eerst verkocht, deze partij, en hier een deel van. En wat resteert is 700 stuks keer 8,40 en 2000 stuks keer 7,90 euro. Maakt een totaal van 21.680 euro. Dus volgens het LIFO-systeem wordt deze voorraad gewaardeerd tegen 21.680 euro. De voorraadwaardering volgens de gemiddelde inkoopprijs is een iets uitgebreidere methode dan de voorgaande twee. We nemen dezelfde gegevens. De voorraad op 8 december van 2000 stuks en de inkoop van 1600 stuks en nog een keer inkoop van 2300 stuks. De verkoop bedraagt nog steeds 3200 stuks. Wat we bij deze methode doen is in eerste instantie berekenen wat is nou de gemiddelde inkoopprijs. Dat is stap 1. Stap 2 is berekenen de eindvoorraad zoals we in het voorgaande voorbeelden al gedaan hebben. En stap 3 is afsluitend bereken de waarde van de voorraad. Belangrijk bij het bepalen van de gemiddelde inkoopprijs is dat je weet voor hoeveel je hebt ingekocht en het aantal dat je hebt ingekocht. Dat gaan we hier berekenen. Het aantal dat ingekocht is, dat hebben we al eerder gedaan. Hè? Dat zijn die 2000 plus 1600 plus 2300 en dat maakt 5900. Vervolgens gaan we de inkoopwaarde bepalen. Die 2000 stuks zijn ingekocht voor 7,90 euro. 2000 keer 7,90 euro maakt 15.800. Dan hebben we er 1600 ingekocht. Deze 1600 keer 8,40 euro maakt 13.440. Vervolgens hebben we op 13 december 2300 stuks ingekocht. Voor 8,50 euro en dat maakt tezamen 19.550 euro. Totaal inkoop 48.790 euro. En nu? Ja, nu moet ik het gemiddelde uitrekenen. We hebben dus 5900 stuks gekocht voor in totaal 48.790 euro. Oftewel, de gemiddelde inkoopprijs is die 48.790 euro, delen door het aantal stuks, 5900, en dan krijgen we
de gemiddelde inkoopprijs. De gemiddelde inkoopprijs is dus 8,27 euro. Maar dat betekent niet dat we er al zijn. Nu we de gemiddelde inkoopprijs hebben, moeten we gaan bepalen wat is nou de eindvoorraad. Nou, in principe is dat niet zo moeilijk, want dat hebben we hiervoor al twee keer gedaan. We weten dat we er 5900 ingekocht hebben. We weten dat de verkoop 3200 stuks was, dus de eindvoorraad is 2700 stuks. De gemiddelde inkoopprijs van 8,27 euro. Dus brengt ons bij stap 3, de waardebepaling van de voorraad. Als je eenmaal zover bent, is dat eigenlijk zeer simpel. We hebben er 2700 over. Die waarderen we tegen de gemiddelde inkoopprijs en die was 8,27 euro. En dat betekent dat volgens het principe van gemiddelde inkoopprijs de voorraad gewaardeerd wordt tegen 2700 keer 8,27 euro is 22.329 euro. De laatste methode die we hier behandelen is de voorraadwaardering volgens de vaste verrekenprijs. Waren de voorgaande berekeningen toch best nog wel een beetje uitgebreid? Dan heb ik goed nieuws. De vaste verrekenprijsmethode is eigenlijk een hele simpele. We nemen weer hetzelfde voorbeeld. Ik ga ze niet allemaal weer opnieuw opnoemen. Dat kun je nalezen. Ja, we hebben een voorraad en we hebben een stukje inkoop. Er wordt een vaste verrekenprijs gehanteerd bij dit bedrijf van 8,25 euro. Wat houdt dat nu in voor je voorraadwaardering? Zoals we in de voorgaande methode al gezien hebben, het aantal wat er totaal ingekocht is, was 5900. Er zijn er 3200 verkocht, dus onze voorraad is 2700 stuks. Als vaste verrekenprijs hanteert dit bedrijf een prijs van 8,25 euro. Hoe gaan we dus de voorraad waarderen? Eigenlijk heel simpel. 2700 stuks. En we hanteren een vaste verrekenprijs van 8,25 euro. Dus de voorraad wordt gewaardeerd tegen 2700 keer 8,25 euro. En dat brengt het totaal op 22.275. Bij een voorraadwaardering tegen een vaste verrekenprijs bij dit bedrijf met de prijs van 8,25 euro wordt de voorraad gewaardeerd tegen 22.275 euro. Tot slot nog even het volgende. Uiteraard is dit ook na te lezen in je theorie. Op bladzijde nummer 44 tot en met bladzijde 48 van hoofdstuk 2. In je werkmap 3 van het OVD. Vind je de theorie over deze stof? Ik raad je aan deze even door te nemen. Mocht je er niet helemaal uitkomen, kijk gerust dit filmpje nog een keer. En uiteraard kun je altijd voor vragen bij mij terecht. Denk je dat je het een beetje door hebt? Tot je ermee aan de slag kunt. Kijk dan ook even in je werkboek op bladzijde 80. Daar staan een aantal opgaven, hetzelfde zoals ik ze nu heb behandeld. Probeer dat te maken. Heb je het klaar, kom je even bij me, dan kan ik het beoordelen en kunnen we weer verder. Ik dank je wel voor je interesse in deze instructie. Het was voor mij de eerste keer om op deze manier een les voor te bereiden. Ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik zou je daarom ook willen verzoeken om naar de hiernaast afgebeelde website te gaan, even de code in te vullen. Daar vind je twee vragen en om even die vragen voor mij in te willen vullen, zodat ik kan kijken wat ik in de toekomst kan verbeteren, veranderen en mogelijk meer van dit soort dingen te maken. Ik dank je alvast voor je medewerking.